De Bond van Leraren, BVL, en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname ALS hebben een akkoord bereikt met de regering. De leerkrachten aangesloten bij deze vakorganisaties zijn hedenmorgen tijdens een ledenvergadering akkoord gegaan met het resultaat dat bereikt is met de regering. Zij hervatten daarom morgen het werk. Er is afgesproken dat de leerkrachten een inflatietoelage krijgen in oktober, november en december. In januari moet de herwaardering een feit zijn. De regering is bezig met het rondkrijgen van de herwaardering en om te overbruggen is voor een inflatiecorrectie gekozen, verspreid over de 3 maanden. Dit werd duidelijk vanmorgen tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering. Om welke specifieke bedragen het gaat is niet gezegd. Volgens BVL-voorzitter Wilgo Valies is de BVL wel open en transparant, maar worden bedragen niet in beeld gebracht wanneer cao's worden gesloten. Hij had verder kritiek op de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, FOLS. Hij vindt namelijk dat de organisatie de leerkrachten niet heeft geïnformeerd over de gesprekken, maar volstaat met de besturen van de organisaties. Hij voorspelt dat de FOLS binnenkort ophoudt, gezien het feit dat vele leden de overstap maken naar de BVL.